Blij dat u er weer bij bent voor een nieuwe aflevering van de Zadelkamer. Beste kijker, uw vaste afspraak met een bekende Vlaming die zijn of haar liefde voor paarden niet onder stoelen of banken steekt. Het paard, het edelste der dieren, ook vandaag weer centraal in deze uitzending. Welkom bij de Zadelkamer. Hij is ongetwijfeld de ideale schoonzoon en in zijn jongere jaren is hij nog Belgisch kampioen schermen geworden. Echt waar. Maar in die periode reed hij zelf ook nog pony en paard en intussen heeft hij die passie en die liefde doorgegeven aan zijn twee kinderen. In onze studio, en heel vereerd zijn we daarvoor, de enige echte VTM-nieuwsanker Freek Braakman. Welkom, Freek. Oh, Stefan, ik word rood van die intro. Het is voor mij een eer om hier te zijn. Ja, bedankt daarvoor. Maar ik zeg het, je zit er zelf helemaal middenin. Vertel eens. Ja, veel te diep, hè. Zoals je zei, mijn kinderen rijden ondertussen zelf paard. Die zijn nu 17 en 15, dochter en een zoon. En die zijn beginnen rijden een jaar of 10 geleden. En ondertussen hebben we 2 paarden en 3 ponies, denk ik. En die staan bij jou thuis? Of? Ja, nee, die staan ergens op een stal, want ik woon in het centrum van Gent. Maar daar wordt dagelijks mee gereden, daar wordt competitie mee gereden. Dus ja, mijn wereld bestaat buiten het nieuws uit paarden. Dat is het. Ja. Je bent trouwens rechtstreeks van de nieuwsstudio naar hier. Ja, letterlijk. Hè? Ik heb nachtnieuws gedaan en voilà, hier zit ik. Ik ben echt letterlijk uit de studio naar hier gekomen. En daar zijn we heel blij om. Maar je zegt het zelf, je twee kinderen, dat is wel met behoorlijk wat ambitie dat die bezig zijn, als ik het zo begrijp. Zoals veel kinderen, denk ik. Ze rijden wedstrijd, ze rijden eventing allebei. Wat ik een prachtige discipline vind trouwens. Ik heb zelf vroeger dressuur gereden. Ik was veel te bang om springen. Dat ging nog net. Eventing zou ik denk ik nooit gedurfd hebben. Maar ze rijden eventing. En zoals dat gaat, hè, bij sport, als je jong bent, iets lukt, dan wil je stapje meer, stapje hoger, stapje verder, stapje sneller. Dus ik zie dat wel mooi evolueren, ja, absoluut. En ja, hoe moeten we dat inschatten? Waar staan jouw kinderen dan op dit moment? Mijn dochter draait nu vrolijk mee op het 1-sterniveau internationaal. Als junior is ze nu zeker. Ja. En mijn zoon werkt daar naartoe, die is 15, dus die probeert daar ook naartoe te groeien. Dus het is allemaal paarden wat de klok slaat op dit moment bij jou thuis? Ja, maar echt, ik heb een paar weken geleden had ik een week woensdag vertrokken op concours met de dochter naar Nederland. Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag pas teruggekeerd. En dan zondagochtend in alle vroegte met de zoon weer op LRV eventing. Ergens in de campen en dan weer terug. Dus ja, meer dan de helft van mijn week was echt gewoon... Heb je dan zoveel tijd als nieuwsanker? Het is plannen, hè, Stefan. Je kan plannen, hè. Ja, nee, het is soms puzzelen natuurlijk. Maar het is iets prachtigs. Je mag het geen hobby noemen. Het is ver voorbij een hobby, de paardensport. Ja, maar als ik het goed begrijp, je hebt je job als nieuwsanker, maar voor de rest gaat er echt wel heel veel tijd steken in jouw kinderen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat wil je toch ondersteunen. Zoiets moois waar ze mee bezig zijn. Rij je zelf nog? Ik zit nog 2 keer per jaar op een paard, denk ik. Als we eens gaan wandelen aan zee bijvoorbeeld, of als we op vakantie zijn, dan durven we eens paarden huren in Zweden, zeg maar wat, om eens te gaan wandelen in de bossen. Is dat dan toch een kriebel die naar boven komt weer om dat toch nog eens te doen? Ja, dat is heerlijk, hè, man. Ja. Dat is zo. Ik heb dat zelf 10 jaar gedaan, mijn jeugdjaren. Ja, vertel van hoe jij begonnen bent. Door iemand die zei, paardrijden, leuk, kom, we gaan hier een ponytje zetten. En als je wil, kan je gerust eens kan je wat meer rijden. En dan met de ponyclub LRV ooit terechtgekomen. En dan blijven rijden. Hè. Dat is ook nog een foto van jou, hoor. Ergens, ja, dat vreesde ik al. Ja. Ja, voilà, kijk. Dus daar. Dit schimmeltje, dat was mijn tweede pony. Het ziet er hier licht schurftig uit. Maar ik heb dus nog nationaal kampioenschap gereden met die pony dressuur. Hè. Ja.
En die jonge dame naast u, is dat familie? Of? De jonge dame ernaast was een clubgenote. Het grappige is, haar dochter... We hebben elkaar 20 jaar niet gezien, denk ik. En toen zijn mijn kinderen bij de ponyclub begonnen. En haar dochter bleek daar ook in te zitten. Ze hebben elkaar daar weer tegen het lijf gelopen. Ja. Je merkt het wel vaker. Die paardensport, dat is een genetisch ding, volgens mij. Dat zit er wel een beetje in. Je ziet dat bij veel mensen dat doorgegeven wordt. Die liefde voor die sport, voor die dieren in het bijzonder. Maar leg nog eens uit, wat is er zo mooi aan het paard en paardensport? Stefan, een paard is iets magisch. Heb ik altijd gevonden. Dus dat is iets heel krachtigs, groot, sterk, snel, vinnig, eigenzinnig. Maar ook bereid tot samenwerking. En dat vind ik een heel magische formule. Een hond, we hebben een hond ook en dat is een heel lief beest, maar die is bijna trouw van zichzelf. Bij een paard moet je dat respect wel verdienen door zelf respect te geven. En als je dat doet, dan kan je daar ongelooflijke dingen mee doen. Als ik zie wat mijn kinderen nu in die eventingsport daarmee klaarkrijgen met zo van... Dat zijn grote, sterke beesten. En dan toch werken en oefenen en om dan met heel veel wederzijds vertrouwen tussen paard en ruiter en weer terug. Ja, want communicatie tussen paard en ruiter is ook wel belangrijk, zeker op niveau. Ja, wel wat ik zeg, respect. Ik vind aan sport, als je elke ruiter zal beamen, als je je paard niet respecteert, krijg je ook nooit respect terug. Ga je ook nooit prestaties leveren of zelfs maar iets gedaan krijgen. Met brute kracht werkt het niet. Ja. En dat vind ik daar heel mooi. Het is eigenlijk een ploegsport, maar dan met z'n tweeën. En dat vind ik echt prachtig. Heb ik altijd gevonden wel. Nu probeer ik me in te beelden. Jij gaat even naar een wedstrijd kijken van jouw kinderen. Eventing. Ja. Niet de meest voor de hand liggende discipline, mogen we zeggen. Nee. Want voor alle duidelijkheid voor de kijker, dat is dus dressuur, jumping en cross-country ook nog eens. Ja. De meest complete tak zeker van de paardensport. Ja, vind ik er ook zo mooi aan trouwens. Hè? Ja. Dus je moet het allemaal met datzelfde paard. Mensen vragen wel eens van, en is er dan een dressuurpaard en een springpaard? Nee. Het is met dat ene paard moet dat allemaal kunnen. En jij als ruiter moet dat ook allemaal kunnen. En het hangt samen, maar het is toch weer heel anders. Ja, en ik ga daar dan naar kijken, Stefan. En ik sta ademloos te genieten van wat die presteren. En je beseft ook wel van, hier zit ook wel risico in. Hè? Dat is ook die ventingsport. Ben je soms bang? Ik heb heel veel vertrouwen in de vaardigheid en het inschattingsvermogen van mijn kinderen. Ze zijn niet roekeloos. Geen van de twee kinderen is roekeloos. Wel ambitieus. En dat geeft me wel vertrouwen. Maar goed, moet je geen illusies maken. Het kan altijd eens misgaan. Hè. Ik heb heel veel jaren sport gedaan. Ook ik heb dingen gebroken met paarden. Hè. Een arm, een been. Dus soms gaat het wel mis. Maar hoe is dat dan gebeurd, als ik mag vragen? Vallen, hè. Dat is meestal zo. Hè. Ook in dressuur. Vallen en slecht neerkomen. Nee, maar ik heb nog wel gesprongen en slecht neerkomen. En elke ruiter maakt het ooit wel eens mee. Maar goed, dat is een passie. En je voelt, er is ook geen tegenhouden aan. Dus ik zet dat af. Ik zie ook de hele vele uren plezier en enthousiasme en wilskracht, die energie dat ook geeft. Dus dan zet ik die schrik wat aan de kant. Hebben kinderen, om het, laten we zeggen, ver te kunnen schoppen in de paardensport, een pa of een ma nodig, of pa en ma die echt ook daarmee... Of daarin gepassioneerd zijn? Ja, het helpt wel, denk ik. Hè? Want het is wel een van die sporten. Stel, een klein meisje van 5 jaar wil graag turnen. Ja, die gaat naar een turnclub, komt in een structuur terecht. Wordt door een trainer opgevangen. Die wordt meegenomen naar wedstrijden. Als ouder kom je supporter, maar dat zit. In de paardensport bestaat die structuur niet. Je kan, dat begint met een paar ponykampjes en les, een beetje groepsles. En dan, maar na verloop van tijd is het, zoek het zelf uit. Hè? Want waar vind je bijvoorbeeld een geschikt paard, een geschikte pony? Ga dan maar eens naar op zoek. Hè? Training, er is uiteraard wel een topsportwerking, ook voor jongeren. Maar dat is toch allemaal... Je moet toch heel veel zelf doen. Als ik zeg, we gaan op wedstrijd. Het is niet dat er een club is die zoon of dochter meeneemt en zegt, het is hier. Nee. Ja, dat is thuis vertrekken. Ik met de trailer, pony erop, eten voor 4 dagen mee, zadels. Vroeg morgens al, vaak. We gewoon dagen blijven slapen natuurlijk. Ja. We zitten aan meerdaagse wedstrijden. Hè. Dus, het is ook een beetje niet de goedkoopste sport. Hè? Dat is ook nog een probleem. VTM Nieuwsanker verdienen natuurlijk wel zo. Ik weet niet of je... Ik denk dat je hier nog meer verdient eigenlijk. ook dat is een element. Hè. Je kan niet beroep doen op, al is het maar een paard van de club. Hè.
Ja. Tot een bepaald niveau wordt dat in sommige manages nog wel een beetje ondersteund. Maar op het moment dat je echt naar grotere wedstrijden gaat, zeker bij eventing, er is ook een risico aan. You're on your own, hè? Dan moet je het zelf doen. Ja. Dus nee, dat maakt het ook moeilijk. Het is ook wel jammer. Ik zou het heel mooi vinden, mocht er bijvoorbeeld in Duitsland, heb je wel meer talentscouting. Hè? Zien ze daar echt goede jongeren, dan worden die wel opgepikt. Ergens in centrale centra, waar dan jonge paarden ook bij komen. Dat zit er allemaal net iets meer in. Bij ons helpt het nog altijd wel als je pakweg Philippe Paarts als achternaam hebt. Hè? Ja, maar jouw kinderen, zijn die al opgemerkt? Want België op zich heeft een degelijk eventingteam ook. Het is ook een Olympische discipline natuurlijk. Ja, absoluut. Worden die al ergens gevolgd? Maar ze zijn nog jong, hè. Dus ja, Mila gaat nu wel het juniorencircuit meerijden. We gaan wel zien waar dat brengt. En gelukkig, en dat is ook wel het mooie aan die paardenwereld, kom je dan altijd weer mensen tegen die dan sympathie hebben voor. Hè. Ik denk nu aan Joris de Brabander, een van de meest succesvolle fokkers die we hier ooit gehad hebben in dit land. Dat is dan een man die zegt van, ah, dat is wel interessant. Ik wil wel meekijken om toch al eens te zien van een paard met talent, bijvoorbeeld. Een man die ongeveer 8 miljoen keer zo goed ziet aan een paard of het goed is of niet, in vergelijking met mezelf. Dus dat heb je wel in die paardenwereld. Er kan wel gepraat worden. Maar toch, ja, je moet toch heel veel zelf doen. Ik zou het fijn vinden mocht je zo wat meer talentstructuur of zoiets hebben. Denk je jouw dochter of zoon al aan bijvoorbeeld Olympische Spelen? Waar natuurlijk, het elke tiener die een paar wedstrijden rijdt, droomt daarvan. Zoals elk klein ventje met een voetbal op gazon in achtertuin denkt dat hij ooit Ronaldo wordt. En papa ook. Uiteraard. En denkt papa er ook aan. Papa moeit zich niet. Papa ondersteunt. Ik heb er ook altijd gezegd, van mij hoeven ze niks te doen. Willen ze morgen wandelen? Wat is ook mooi aan de paardensport. Ja. Je kan ook gewoon gaan wandelen. Je kan gewoon bezig zijn met paarden, wat ook heerlijk is. Ja. Voor mij is het allemaal prima. Oké. En nu moet ik toch nog eens terugkeren, want ik had je al aangekondigd als ideale schoonzoon. Dank je wel. Ik ben getrouwd. Belgisch schermkampioen. Niet de meest voor de hand liggende sportkeuze, moet ik zeggen. Hoe ben je daarbij gekomen? We hebben daar ook trouwens een foto van ergens, dacht ik. Van, kijk, daar sta je hier helemaal triomferend op het hoogste schavotje. Ja, Belgisch kampioenschap dit. Ik weet echt niet meer welk jaar. Ik heb die trofee is de wisselbeker voor het nationaal kampioenschap. Sabel was mijn discipline bij de senior, bij de profs, maar ik kan er niet van leven. Ik heb die 6 keer gewonnen, dacht ik. 5 of 6 keer. Dus het is een van die 5 of 6 keer. Heel goed. Ja, maar ik ben. Ja. Ik heb 8 wereldkampioenschappen geschermd. Voilà. 1 keer een wereldbekertoernooi gewonnen. Ja. Dus ja. Hoe kom ik daar terecht? Competitiesport werd bij ons thuis als, moet ik het zeggen, als nuttig gezien voor de ontwikkeling. Mijn moeder zelf was een competitiezwemster. Belgisch kampioen doortochten. Die zwom zo dammen, bruggen, de watersportbaan in Gent, lange afstand. Dus ja, zwemmen, hè. De kleine Freek, 4 jaar. Maar zwemmen vond ik verschrikkelijk saai. Echt niks voor mij. En dan via toevallig bij het schermen uitgekomen toen ik net 7 jaar was, 6 of 7 jaar, denk ik. Goeie coach op dat moment, die net bondscoach geweest was in Duitsland, teruggekeerd was naar België. En wilde kijken van hoe ver geraak ik met een Belgisch team. En voilà, ik heb dan, dit is dan 15 jaar later. Dan, maar het zat blijkbaar, dat was wel goed. Ja. Dat competitiegevoel zat in. Ja, heb ik altijd al gehad. Ja, ik ben altijd nieuwsgierig naar waar liggen grenzen en hoe ver kan ik ergens komen. En dat heb je wel nodig. Reed je toen ook nog paard tegelijk? Ja, dus schermen was mijn sport. Hè. Was elk jaar proberen wereldkampioenschap zo goed mogelijk. Ranking in de wereldbeker was ooit mijn droom om naar de Spelen te gaan. Paardrijden was echt mijn hobby. Heb ik ook altijd zo gevoeld. Dat was de uren, als ik tijd had, was paardrijden. Dat vond ik heel fijn om te ontspannen. En ik reed ook wel wat wedstrijden. Maar dat was nooit met die druk of het is van moeten. Terwijl het met schermen was het dat wel. Hè. Ik deed heel veel stages in het buitenland ook voor het schermen. Ik denk dat er was een periode dat ik makkelijk 2 maanden per jaar, denk ik, in het buitenland zat van Duitsland tot Hongarije, Wit-Rusland op stage. Kon je daarvan leven van schermen? Nee, ik kan er echt niet van. Dus ik heb, om een idee te geven, ik heb 1 wereldbekertoernooi gewonnen. Hè. Denk wielrenner wint Parijs-Roubaix, zoiets. Ja. Maar dat was dan Freek wint wereldbeker in Iran, was dat toen. En ik heb toen een sigarenkistje gekregen en een medaille. En de sigarenkistje, weet je, is verloren geraakt bij een of andere vruis. De medaille heb ik nog, that's it. Ja.
Maar vond je dat dan jammer dat je niet zoals voor je in voetbal of wielrennen, waar je goed je kost kan verdienen, misschien in schermen of zo? Ja, maar je denkt daar niet over na natuurlijk. Nee. Hè? Ik denk dat je, als je als jongere begint aan een sport, dan wil je de beste zijn, maar je wil niet in de eerste plaats rijk worden. Anders kan je beter, weet ik veel, vlerikschool gaan studeren of zoiets. Dan moet je niet een kleine sport zoals squash of schermen gaan doen. Nee. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. Je groeit daarin. Er is natuurlijk wel een punt waar je beseft van, ik ben eigenlijk heel goed. Ik train hier nog altijd samen met een aantal Duitsers die ik van 12 jaar eerste buitenlandse toernooien maakte, wat vrienden in Duitsland, meegegroeid. En dan krijgen zij aan 16 jaar van de federatie een auto om naar de training te kunnen gaan. En dan moest ik nog altijd schooien om een vliegticket te kunnen betalen naar een wereldbeker die ik nota bene ging winnen. Dus dat is altijd wel... Ja, en dat is ook de reden waarom ik vrij vroeg gestopt ben. Het besef van... Dit is niet het land om het in een kleine sport ver te schoppen. Dit gaat heel veel kosten voor heel weinig rendement uiteindelijk. Want ja, zodra je stopt, heb je er ook niks meer aan. En dan heb ik beslist, ik stop. En dan ben ik bij de VRT begonnen toen. Toch geen slechte keuze? Nee, ik ben er heel blij om. Nu, de paardensport is denk ik wel anders. Omdat de paardensport natuurlijk een gigantische economie is. Er zijn zoveel aspecten aan heel het... Aan heel die paardenwereld. Hè. Er is de sport, de topsport, uiteraard. Maar er is ook gewoon de kampjes, de animatie. Het gewoon recreatief gaan wandelen aan zee of in het Soniewoud. Of gewoon achter de tuin, bij wijze van spreken. Er is western, er is grondwerk. Er is zoveel disciplines, voltige, zeg maar wat. Er is zoveel aan die paardensport dat ik weet van, als je daar een opleiding in gehad hebt, dan kan je daar ook altijd nog wel in blijven. Hè? Ja. Er is het veterinaire, er is zoveel. Het is wel zalig om jou zo bezig te worden, want je bent eigenlijk een zittende reclame voor de paardensport. Weet je trouwens wat er speciaal is aan vandaag? Aan vandaag? Nee, geen idee. Wel. Vandaag is de dag van het therapiedier. Okay. Zoals je zelf ook wel weet, worden ook paarden ingezet voor mensen met beperkingen, om hen een goed gevoel te geven. En in de manege Dennenhof in Deinze, daar zijn ze helemaal gespecialiseerd en uitgerust om mensen met een beperking dat goed gevoel te geven. En wij hebben Peter even gevolgd. Peter speelt de hoofdrol in de nu volgende reportage. Vandaag hebben we dus de sessie van Peter gevolgd en Peter is eigenlijk een echte G-sportruiter. Hij doet dezelfde of gelijkaardige oefeningen van een standaard ruiter die dressuur rijdt, maar dan op zijn niveau. En eigenlijk leunt Peter heel dicht aan tegen een ruiter zonder beperking. Nu gaan we al het materiaal nemen van Barney. Voor hem klaar te maken om dan ermee te rijden. Peter, zijn syndroom is niet zo bekend. En hij heeft overal iets in heel zijn lichaam. Ja. Dus overal heeft hij mankementen. Maar als je hem zo ziet, valt dat niet op. Juist in zijn spraak, dat kan hij niet zo goed. Hij weet wel wat hij wil zeggen, maar hij kan het niet uiten. Peter is begonnen rond zijn communie, rond zijn plechtige communie. Dat was eerst maar stappen, hè. Dat moest allemaal nog groeien. En dan heeft dat een tijdje geduurd voordat hij mocht draven. En dan eerst aan de longe en te zien hoe dat evolueerde. En dan mocht hij los. Wij hebben onze manege eigenlijk aangepast naar de noden van onze ruiters. Onze ruiters hebben vaak visuele ondersteuning nodig. Vandaar dat we werken met kleuren en symbolen. Onze ruiters hebben ook motorische ondersteuning nodig. Ze moeten hulp krijgen om eigenlijk het paard te kunnen bestijgen. We kunnen ook merken met onze tilliften de toegankelijkheid zo groot mogelijk houden. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Onze manege moet zo toegankelijk mogelijk zijn voor personen met een beperking. Je is sterker gewoon daardoor. Hè? Ja, dat zijn allemaal oefeningen die je doet. Je lichaam beweegt helemaal. Daar heeft hij echt veel verbetering mee. En die socialisatie. Kijk maar in de verte. Met het paard al te communiceren en dan de ruiters die erbij komen. Dat spreekt dan tegen elkaar. Dan zouden we het misschien niet zouden doen. Hè? Maar gewoon een keer helemaal rond. Hè? Dus als ik bijvoorbeeld aan Peter les geef, ga ik op bepaalde zaken letten die voor Peter belangrijk zijn. En dan bij K op de diagonaal van hand veranderen naar de M. Het verschil tussen een B
een C en een E. Dat klinkt allemaal nogal E voor Peter. Ik heb al gemerkt, als ik hem lesgeef en ik gewoon de letters gebruik, hij dan toch soms bizarre figuren maakt. Rustig draaf. We zijn heel goed bezig, Peter. Hij zou bij het paard slapen, geloof ik. Dat is zo, oh, zijn paard, oeh, en ontzettend. Dus van alles doen met het paard. Ja, hij flirt daar helemaal van op. Hij is daar blij mee. En als hij gedaan heeft, is hij zo voldaan dat het gelukt is. Ik denk dat die dieren dat aanvoelen. Dat er iets anders is dan bij iemand anders. Dan mensen zonder beperking. Ik denk dat ze dat aanvoelen. Kan anders niet. Peter blijft eigenlijk altijd, ook al heeft hij al lang gedaan met paardrijden, omdat hij dan samen met onze paarden kan eten. Hoi, Stal. Hoi, Stal. Ja, en Frodo en Pinkpop krijgen ook een bietenpul. Peter heeft de zin binnen 2 weken om terug te komen. Ja? Dan ga je ze missen ondertussen, de paardjes. Ga je de paard niet missen? Ja? Mijn dag kan nog zo moeizaam lopen of slecht beginnen. Als ik dan de ruiter blij en gelukkig op zijn paard zie, ja, dat geeft voor mij, ja, dat maakt mijn dag goed en dat doet mijn zorgen wel vergeten. Ja, een zalige feel-good reportage met Duncan Denhoff in Deinzen. Vind je ook niet, Freek? Maar ja, wat, je ziet dat toch, wat die paarden losmaken bij die Peter, dat doen die paarden bij alle mensen, hè? Of je nu een beperking hebt of niet. Ik heb ooit eindwerk televisie gemaakt over hypotherapie. Dat was het laatste jaar en we moesten een reportage maken. Dat is dan over een onderwerp. Ja, ja, dat is echt. En er waren mensen die echt heel moeilijk contact konden maken met andere mensen, fysieke en mentale beperkingen. En die helemaal loskwamen in de omgeving van die paarden. En die paarden bieden dat ook. We hadden het helemaal bij het begin over magie van het vermogen om zo te communiceren met mensen, om dat los te maken. En nog eens, die doen dat bij iemand met een beperking, maar beperking of niet, dat maakt geen verschil. Ik voel me net hetzelfde als die Peter bij een paard. Die coach ook samen. Ja, maar tuurlijk. Je hebt een middel om met elkaar te praten. Dat is zo mooi. En G-sport, het is natuurlijk niet op hoog niveau dit, maar België is ook in G-sport, paradressuur bijvoorbeeld, wereldtop. Toch goed ook dat G-sport ook meer op serieus genomen wordt. Ja, maar dat is nog iets helemaal anders natuurlijk. Ja. Dit is therapie voor iemand die therapie kan gebruiken. G-sport, ja, of je nu een beperking hebt of niet, zoals Michel Georges. Ja, rijden, hè. Dat is topsport zoals alle andere topsporten. Die mensen rijden net zo goed als mochten ze geen beperking hebben. Ja. Ik vind het evident. Ik vind het zo evident. Na een onderbreking van enkele jaren is er op het einde van dit jaar ook weer Jumping Mechelen. Ja. Eindelijk. Ja. De hele Belgische paardensportwereld juicht dat uiteraard toe. Absoluut. Is dat iets waar jij zou even gaan kijken of geen tijd voor? Ja, ik ben er in het verleden nog wel een paar keer gaan kijken. Ik weet, dit jaar lukt mij niet, maar dat is natuurlijk altijd fijn. Maar ik ben ook in die eventingsport gerold. Hè. Dus ik ben al zoveel wedstrijden per jaar aan het rondgaan. In Nokere bijvoorbeeld, daar vind je mij dan wel 3 dagen. Ja, hè. De military en Genk en zo. Ja. Wij hebben een influencer, Len van Eekhout, die zijn rubriek heeft voor de lens. En het is niet allemaal 5 sterren natuurlijk in Mechelen. Ook op een lager niveau wordt daar gesprongen. En ja, ruiters, Amazones, die moeten zich proberen te kwalificeren daar voor die wedstrijd. En wat dacht onze Len? Wel, ik zal dat ook maar eens gaan proberen. En dus probeerde hij dat via een battle met een voor hem onbekende Amazone. We zijn hier dus vandaag in het Bommaco-complex, te Zellik. Hier is vandaag de selectiewedstrijd voor Indoor Masters Mechelen. En ik ga hier vandaag battelen met iemand. Ik heb nog geen idee wie dat het gaat zijn, maar ik hoop iemand niet te goed, aangezien dat mijn competitiedrang redelijk groot is en ik wil natuurlijk niet verliezen. We gaan nu dus gaan kijken wie dat mijn tegenstander gaat zijn. Ik vind het wel spannend eigenlijk, maar ik heb er keiveel zin in. Hey, hallo. Hallo. Aangenaam. Ik ben Delphine. Hallo. Jij bent dus mijn tegenstander vandaag. Ja, klopt. Ik ben een tegenstander. Zalig. Ik weet eigenlijk niet hoe ik mijn kansen moet inschatten, want het is al even geleden dat ik nog op wedstrijd ben geweest. Ja, ik ken u eigenlijk niet zo goed, dus ik weet totaal niet hoe jij rijdt. Er hangt toch wel een spanning in de lucht. Hè. Ik weet niet hoe dat Len rijdt. Len weet niet hoe dat ik rijd, denk ik. Dus het is een beetje afwachten, een beetje spanning, hoe dat gaat verlopen. Als alles goed loopt, dan zouden wij vandaag mooi kunnen presteren. Moest ik verliezen? Op dat moment zelf gaat dat een beetje pijn doen natuurlijk, maar het blijft nog altijd een sport. En
Het is een hobby, dus we moeten er natuurlijk wel mee kunnen leven. Oké, spannend. Ja, dat de beste mag winnen. En ik heb de bel net gehoord dat de verkenning is gestart. Dus ik stel voor dat we gaan verkennen. Oké, kijk goed. Kijk goed. Dus gewoon eigenlijk mijn wedstrijdjas aandoen, mijn helm aandoen en dan gaan we voor elkaar gaan staan. Dit is het moment van de waarheid. Veel succes en we kijken naar uit. De beste mogen winnen. Veel succes. Kijk maar eens hoe dat moet. Hè. Ja. Voordat ik binnenging, zei je dan zo nog succes. En dan zorgt dat er wel voor dat je nog wat meer spanning hebt. Hè? Want ja, je wilt het wel goed doen. Hè? Ik hoop dat ik sneller ga zijn gewoon. Dat is eigenlijk alles waar ik aan denk. Dus. Oké, ja, nee, ik hoop gewoon dat ze het goed doet. En, de eerste was al goed. Het is goed bezig. Ik denk dat ik ze toch een beetje ga moeten doorrijden voor aan die tijd te komen. Het is nu bijna aan mij. Ik ga nu even stoom aflaten voordat ik ga beginnen. Dus, ze biedt is voor echt, hè. Dus nu is het nog oké, maar straks moeten we zien dat we echt geen balken hebben. Hè, want... Danny gaat nu starten aan zijn parcours. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat doen. Goed bezig, Glenn. Ik moet toch eens op de uitslag moeten kijken of dat ik niet sneller was. Hoor. Inderdaad. We zullen straks wel zien. Zo, Glenn, Delphine. We hebben een zeer spannende wedstrijd te zien gekregen met twee zeer snelle ritten. Marlen, Delphine was 100ste sneller dan jou, dus zij wint deze proef. Yes. Proficiat. Dank u, heel proficiat. Onze trofee voor de winnares. Dank u wel. Marlen, ik heb gehoord dat vandaag uw laatste wedstrijd is. Inderdaad, dat klopt. Ik heb vandaag mijn allerlaatste wedstrijd gereden. En vanaf nu scheiden de wegen van de paardensport en ikzelf. Ik vind dat heel jammer, maar ik heb wel nog een troostprijs voor u. Oh. Alsjeblieft. Dank u wel. Een bekertje voor jou. Dank u. Wat denkt u? Voor de laatste keer nog eens een ereronde? Oh, het is goed. Oké, let's go. Ja. Voor alle duidelijkheid, onze Len die stopt niet helemaal met paardensport, maar hij laat even de wedstrijden links liggen. Dat is eventjes gedaan, dus mooi is dat, onze Len. We zagen daar ook hoe zij eventjes het parcours aan het afstappen waren. Doe je dat ook in eventing? Ja, ik ga altijd mee. Ik ben een soort klankbord. Ik weet zelf niet, maar ik kan altijd wel helpen. Ze kunnen aftoetsen bij mij, wat denk jij? En ja, dat is iedere keer 3,5 kilometer. Dus ik denk altijd bij die jumping, een kleine wandeling. En wij doen dat dan ook 2, soms 3 keer. Hè. Dus, 12 kilometer. Ja, maar dat is echt waar. We wandelen ver, hoor. Het is goed voor de gezondheid. Ja, dat is gewoon een training op zich voor jou. Echt wel. Zo ga je zeker mee. Ja, nou, mooi. Ja. Zeg, Freek, Belgische paardensport. En dan denken we vooral aan de Belgische jumping. Dat is absoluut de wereldtop. En toch zo weinig aandacht daarvoor in de Belgische mainstream media. Ik heb het dan niet alleen over VTM, maar over hoe komt dat? Ja, ik krijg die vraag vaak en dan zeg ik altijd, ja, maar wat wil je? Ik bedoel, we zijn een prachtige sport. Er zijn talkshows, er zijn hele kanalen die erover gaan. Dus iedereen die het wil zien, kan het wel zien. En ik stop het wel in het nieuws als ik enigszins kan. Maar er zijn natuurlijk kwesties, er zijn rechte kwesties. Het kost altijd heel veel geld als wij een halve minuut willen laten zien van weet ik veel welk WK jumping, dan kost dat meteen heel veel geld.
En dan weet je van ja, dit is natuurlijk voor een iets kleiner publiek, want heel veel mensen gaan niet overtuigd zijn door een half uur of 30 seconden Jérôme Guéry te zien, gaan ze ook niet begrijpen en zeggen, ach, paardensport, dat is het. Dus ik weet niet of dat zo'n ramp is. Vaak heb je het gevoel, ik ken het, hè, want ik had met schermen vroeger ook, ik dacht van ja, ik win hier een wereldbeker en niemand weet daarvan. Ik denk dat het nog wel meevalt met de paardensport. Er is wel aandacht voor. En je moet ook altijd denken van, wat wil ik er eigenlijk mee bereiken? Maar maken jullie ook bepaalde keuzes? Ik zou zeggen, bij VTM ja, zou je denken van eerder voetbal, wielrennen, vooral. Tuurlijk, en dat, BRT, zijn, tuurlijk, dat, eens... zijn ook, dat zijn ook heel vaak rechtenkwesties natuurlijk. Ja, hè. Ja. Er zijn rechtenpakketten voor het voetbal. Dus je weet van, je betaalt één keer, dan heb je heel het jaar al die voetbalmatchen. Dus dan doe je daar onmiddellijk verslag van, dat is logisch. Ja. Hetzelfde voor het wielrennen. Voor de kleinere sporten moet je vaak wedstrijd per wedstrijd gaan onderhandelen of er is gewoon geen beeld verkrijgbaar of beschikbaar. Maar daarom is het denk ik ook wel een zegen dat er... je kan online, kan je ongeveer elke wedstrijd die je wil live volgen. Hè. Ja. En als wij er nu voor zorgen dat het wat minder geld kost voor jullie dan... Ja, ja, absoluut. Ik denk, mocht het nu gratis zijn, zullen we al sneller zeggen van ja, het is goed, we stoppen er toch in. En ik we zijn zeker dat er iemand met een hart voor paarden daar zit. Ja, maar dat is... Ja. En dat, het, bedoel, het is... Ik, hand op het hart, het is de voorbije jaren al gebeurd dat het erin zit, omdat ik zochtens zeg, mannen, er is echt iets te vertellen over de paardensport. Goed dan, ja. Ja, absoluut. Freek, naar gewoonte hebben we voor onze gast ook altijd een kijkersvraag. Ik ben zeer benieuwd. Mensen zijn zeer benieuwd naar wat jij erop zal antwoorden. Ja. Want de vraag van Olivier Schelstraat is... Mm-hmm. Als je nu schermsport op topniveau gaat vergelijken met paardensport op topniveau, zitten daar gelijkenissen in? Goh, ik denk dat sport op hoog niveau zal altijd vergelijkbaar zijn. Dat gaat over focus, over heel geduldig trainen naar wedstrijden toe. En ik spreek hier niet over 3 weken, maar over bereid zijn om jaren te investeren om op dat hoge niveau te geraken. Dan die focus vinden. Ik denk wat ik ook altijd zie is die ontspanning in die opperste inspanning. Is heel belangrijk in de paardensport. Is ook heel belangrijk in het schermen, want je moet daar... Het maximale van je mogelijkheden moet je kunnen gebruiken. In het schermen heb je natuurlijk een rechtstreekse tegenstander. Het is een duel en je moet anticiperen. Een ruiter heeft zijn paard, is in principe zijn ploegmaat, maar is soms ook wel eens een halve tegenstander. En dan moet je ook onmiddellijk kunnen anticiperen. Dus ik denk dat daar ook veel in zit. Mooi hoe je het zegt ook, want vaak naar de buitenwereld toe denken de mensen van, ja, het is het paard dat het doet, maar het is wel nee, de combinatie. Nee, het is echt de combinatie. Ja. En de ruiter kan een slechte dag hebben, het paard kan een slechte dag hebben. Er kan ruis op de communicatie zitten. Je ziet het allemaal gebeuren, hè. Dus in principe, als alles goed gaat, dan zeg je het is een ploegmaat, maar dan moet je nog altijd feilloos kunnen communiceren. Bij een jumping, het paard moet de hoogte springen, maar de ruiter moet het paard wel afzetten voor de sprong om perfect te kunnen springen en moet ook al aan de volgende hindernis denken. Bij eventing is dat ook volkomen zo en dat zit in de dressuur, is dat zichtbaar, maar ook in een eventingparcours, dat lijkt soms... heel, hoe moet ik zeggen, improviseren op het paard, dat is het ook vaak. Maar jij moet dat paard daar wel perfect voor die hindernis met de juiste snelheid op de juiste plek brengen, met de juiste richting, om ook die volgende hindernis nog te halen. Dat vertrouwen is heel belangrijk. Ja, prachtige sport, hè. Prachtige sport. En ook heel prachtig om jou bezig te horen met zoveel passie hierover. Want we moeten stilaan gaan afronden, Freek. Wanneer horen we de naam Braakman ergens voor een selectie voor Olympische Spelen? We gaan daar nog even op wachten. Nog even op wachten. We gaan daar nog even op wachten. Maar we weten wel, zeker bellen. Als we die naam horen, bellen. Dan is het een van jouw kinderen. Dus, ja, op dit moment denk ik het wel. Freek, je was onze laatste gast van dit jaar, want dit is ook de laatste uitzending van dit jaar. Dank je om naar hier te komen, naar deze studio. En de mensen hebben inderdaad ook weer een andere kant van jou gezien. Nu ben je voor... moet ik zeggen, voor enkele rijpere vrouwen nog meer een ideale schoonzoon. Nog eens, ik ben al getrouwd. Hij is getrouwd, voor alle duidelijkheid. Maar hij mag wel zo eruit zien. Dus absoluut. Freek, hartelijk dank om naar hier te komen. En ook u, beste kijker, bedankt uiteraard om zo trouw altijd te kijken naar de Zadelkamer. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zoals gezegd, dit is de laatste aflevering van dit jaar. En om u te bedanken, gaan we eruit met een compilatie van de mooiste en leukste momenten van de Zadelkamer. Het is misschien nog een beetje vroeg, maar we wensen u nu alvast al een leuk eindejaar. Kom. Stefan, alles. Iemand zei mij, keer uw paard. Ik keerde mijn paard en hopla, die dacht dat ik terug moest beginnen lopen.
paardrijden is voor mij pure ontspanning, recreatie. Kan niet goed. Ja, wij hebben gewoon ook een band met de paarden. Voilà, dat is beter. Ja. Ja. Je moet dat vertrouwen winnen. En als dat paard vertrouwen heeft in u, dan wil dat met u, bij manier van spreken, door een vuur gaan. Ja, nee jongens, wij zijn allemaal. Kom, geef dat paard aan mij en ik zal het doen. Oh. Als je aan je paard werkt, ga je paard verbeteren. Ja. Als je aan je eigen werkt, ga je het paard verbeteren. Oké, we gaan het hierbij laten. Het is genoeg.